Het college van BMW ziet weinig in het veranderen van de rijrichting onderaan de Van Welderenstraat. Die maatregel zou het drugsdealers moeilijker moeten maken om rondjes te rijden langs de Tweede Walstraat, waar veel overlast is van dealers. Het college merkt op dat het verplicht omrijden via de Oranje Zingel voor extra emissie van uitlaatgassen zorgt en legitieme bezoekers van de betrokken straten benadeelt. Daarnaast vindt men dat het niet bewezen is dat de maatregel de overlast daadwerkelijk gaat verminderen. D66 vroeg het college in een brief of het bereid was om deze maatregel uit te voeren, maar vangt dus vooralsnog bot. Fractievoorzitter Tobias van Elveren blijft er desalniettemin van overtuigd dat de maatregel er op den duur toch gaat komen. Zijn partij is ontevreden over de tijd die de gemeente neemt om maatregelen te treffen die de overlast moeten verminderen. Betere verlichting en verkeersmaatregelen hadden als het aan D66 lag al in december gerealiseerd kunnen worden.